Heerlijk om eens een vrij en vrolijk boek over seks te lezen. Vreemd eigenlijk. Als ik mijn boekerij bekijk, kom ik weinig over seks tegen. Wel boeken over wandelen, reizen, koken, yoga, krachttraining, hardlopen, meditatie, vriendschap, onderwijs, opvoeding, naturisme, gezondheid, ouderdom en sport. Maar niks over seks. Goed, die boekenkast van Floris dus. Ik las deze zinnen en ik dacht, dit is een uitnodiging. Ik ontferm mij over de boekencollectie van Floris. Dus daarom heb ik iets meegenomen. Ja, ik kan het wel een filosofisch object noemen, maar dat is eigenlijk veel te deftig gezegd. Het is gewoon de Playboy. En meteen ook maar een bekentenis. Eigenlijk had ik een echt vies boekje willen meenemen. Ja, vieze boekjes. Het spijt me, mevrouw. Maar ik dacht, laat ik dat niet doen. Ik wil het een beetje decent houden. Een klein beetje toonbaar, want dat ligt daar zo die hele middag op die tafel open en bloot. Ja, ja, sorry. Ja. Dus het is de Playboy geworden. Maar ook naar aanleiding daarvan denk ik dat het een heel passend object is eigenlijk. Passend bij het boek. Want in Recalcitrant gaat het vaak over bloot. Het gaat vaak over seksualiteit. Als ik Floris goed begrijp, dan is eigenlijk de omgang van een samenleving, met hoe een samenleving omgaat met bloot, met seksualiteit, dat zegt iets over hoe liberaal een samenleving is. Is daar ruimte voor? Of bestaat er anders, hè? We leggen de lat al een ietsjes lager, tenminste een zekere tolerantie voor? Of is er sprake van een taboe? Kortom, dat is althans de boodschap die ik uit Recalcitrant heb gehaald. Bloot, seksualiteit en ook de vieze boekjes. Dat is misschien wel een breekijzer voor een liberale samenleving. En anders op zijn minst een liberalere samenleving. En in dat spoor denk ik graag nog even verder. Of eigenlijk moet ik zeggen, denk ik nog even verder terug de geschiedenis in. En dan kom ik uit in de 17e eeuw, waarvan ik toch maar gewoon blijf zeggen dat het een gouden eeuw was. Want het was de eeuw van Spinoza, maar het was ook de eeuw van de pornografische romans die opkwamen. Ik noem die twee in één adem en dat is niet helemaal toevallig. Ik mag ze ook wel in één adem noemen. Dat hebben andere, veel geleerdere mensen dan ik ook gedaan. Ze hebben namelijk veel meer met elkaar te maken dan je in eerste instantie zou denken. Dus enerzijds die tamelijk cerebrale figuur Spinoza die in het Latijn schreef. En anderzijds die wat smoesige lectuur die van onder die toonbank werd verkocht. Wat is daar nou de verwantschap mee? Wat is daar de verwantschap tussen? Nou, misschien meteen maar die oppervlakkige verwantschap. Het feit dat het van onder de toonbank verkocht werd. En dat moet u natuurlijk een beetje metaforisch opvatten. Het waren allebei genres, dus die radicale filosofie van Spinoza. En er zat natuurlijk een heel netwerk om Spinoza heen. Allerlei radicale denkers, zoals Adriaan Koerbach, Lodewijk Meijer. Maar Spinoza was toch wel echt de vaandeldrager, het boegbeeld van die beweging. Werd goed in het smiezen gehouden door de machthebbers. Of alles wat hij schreef, of dat wel een beetje door de beugel kon. Ja, en dan had je die pornografische romans, die toch ook het kon dan wel verschijnen in het liberalere Nederland, de Republiek van destijds. Maar om nou te zeggen, had het meer door de vingers gezien dan dat het daadwerkelijk mocht. Maar er is nog een andere verwantschap tussen de beide genres. Die gaat dieper, misschien wel inhoudelijk, moet ik zeggen. Kijk, die radicale filosofen waar ik het net over had en waar Spinoza dan de grote vaandeldrager van was, die ontwierpen een heel nieuw wereldbeeld. En dan is het even grote stappen snel thuis, want ik moet zo meteen ook afronden, maar een materialistisch wereldbeeld. Een wereldbeeld dat eigenlijk zei van die natuurlijke verschijnselen om ons heen, om niet te verklaren, om niet te begrijpen. Ja, je hoeft helemaal geen beroep te doen op een bovennatuurlijk wezen, op een opperwezen, een godheid. En misschien kun je het zo zeggen, die pornografische auteurs,
die gingen ook aan de slag met de materie. Als we dan toch leven in een wereld die bestaat uit materie, laten we die materie dan ook maar vieren. Ja, ik kan het niet mooier zeggen. En als ik zeg materie, dan bedoel ik eigenlijk gewoon dat lijf. Met alle lusten, libido en geilheid. En wat verscheen er dan al zo al in die 17e eeuw? Ik heb een paar titels voor u meegenomen. Wat lag er onder die toonbank? 1679. Toen kon je bijvoorbeeld halen uit de boekwinkel Het Kind van Weelde of de Haagse Lichtmis. Uit datzelfde jaar de Leidse Straatschender. 1684, dus 5 jaar later, kon je daar een titel vinden: De Doorluchtige Daden van Jan Stront. En het gaat natuurlijk wat ver om te zeggen wie dit soort boekjes consumeerde, dat hij zich eigenlijk een soort verkapte spinozist mocht noemen. Zo simpel ligt dat natuurlijk niet. Het was gewoon echt wel bedoeld, nou ja, voor andere doeleinden, zal ik maar zeggen. Maar het was wel een extra vehikel, zal ik maar zeggen, die pornografische romans, om te wennen aan de nieuwe tijd. Aan een nieuw wereldbeeld zonder die verstikkende, heersende conventies. Dus ik denk, als Floris zegt dat hij te weinig seks heeft in zijn boekenkast, dan heeft hij gelijk. Een vrijdenker die doet de geschiedenis eer aan als hij beschikt over een aardig bibliotheekje. En dat niet alleen. Hij doet niet alleen de geschiedenis eer aan, niet alleen deze fraaie, mooie, filosofische traditie, maar ook de toekomst. Want pornografie is nog steeds, ja, zal ik maar zeggen, de geheime motor achter de vooruitgang. Ga ik uitleggen, maar eerst eventjes een vraag. Wie kijkt hier wel eens naar Netflix? Handen graag. Veel. Dat is, ik bedoel, er wordt gestreamd. Hartstikke mooi. Ik beken ook schuldig. Maar besef dan ook dat als u The Crown opzet, ja, toon dan ook misschien een stukje erkenning, schatplichtigheid aan de porno-industrie. Want het feit dat dat kan is mede te danken, het feit dat we kunnen streamen bedoel ik, hè, aan de ontwikkelingen in de porno-industrie. Kijk, die pornografie is reusachtig belangrijk geweest voor de emancipatie van allerlei technieken, allerlei technologieën waarvan wij nu de vruchten plukken. En het is tweerichtingsverkeer. Dus even een getal, halverwege de 19e eeuw, we zitten in Parijs, dan is de helft van alle fotografie gaat op aan naakt, bloot, vieze plaatjes. Dat is natuurlijk ontzettend fijn voor de verkopers van dat naakt, dat die fotografie er was. Maar er gebeurt ook iets andersom. Het feit dat die plaatjes er waren, ja, gaf ook het nieuwe medium van de fotografie dat nog moest doorbreken een enorme boost. Jaren 60 van de vorige eeuw ging het precies zo. Wij weten niet beter of, ja, de video, inmiddels is hij alweer verdwenen, maar er was een lange, lange tijd dat die doodnormaal was. Nou, zo normaal was dat niet in de jaren 60. Het was een ontzettend duur ding. $1300 betaalde hij daarvoor in 1976. Dat is natuurlijk een ontzettende map geld, nog steeds. Maar gelukkig waren daar een paar fanatieke pornomanen die dachten, ja, doe mij zo'n ding, want dan kan ik thuis mijn tapeje kijken. Dus wat je ziet is dat eigenlijk de porno-industrie mede ervoor heeft gezorgd dat die video mainstream kon worden. De prijs kon dalen. We konden het op een gegeven moment allemaal permitteren. Nou, ik zal niet een lange lijst langslopen met andere technieken, andere technologieën, maar ze zijn er wel. Het feit dat u online kunt betalen via Zalando, bol.com, credits aan de porno-industrie. Ik ga afronden. Ik hoop, Floris, dat ik heb laten zien dat bloot seksualiteit, maar vooral pornografie, inderdaad de geheime motor is achter de vooruitgang. En daar breng ik graag een ode aan met dit filosofische object. En ik geef het ook graag aan jou. Maar wel nog een laatste tip. Geloof ze niet. Het gaat niet om de interviews. Een ware vrijdenker
die weet dat het gaat om de vieze plaatjes. Dat is voor jou.